Elia, wat een hele mooie avond zou moeten worden. Waar jullie het gedemonstreerd hebben in de eerste helft. Toch? En de kansen worden niet gescoord. Wat was voor jou eigenlijk het probleem? Want hoe komt het dat de doelpunten niet werden gemaakt? Ja, ik denk dat het ook een beetje mee moet zitten. Zoals je zegt, we hebben de eerste helft, 45 minuten, hebben we gewoon gedomineerd. Vol druk op hun helft, kansen gecreëerd. Paal, helaas mis ik net een vrije trap op de lat. Zo waren er heel veel kansen die net naast gingen. Het is ook een beetje pech, denk ik. Het zit even net niet mee. Omdat ze dus goed de eerste helft zijn doorgekomen, geven het uiteindelijk zo weg in de tweede helft. Dat helemaal niet terug. Binnen 18 minuten 3 goals, ja. Toch? Dan word je eindelijk afgestraft onnodig. Zeker. Ja, dit is, ben ik het volledig mee eens. Het is fout van het hele team. Helaas krijgen we ook een rode kaart. Wat ook wel zorgt voor veel gaten en veel ruimte achter de verdediging. Waardoor er veel steekpaars worden gegeven. En na die 1-0 willen wij natuurlijk vooruit druk zetten. En zoveel mogelijk aanvallen. En dan krijgen we ook natuurlijk weer ruimte achter onze verdediging. Dus ja, die kans hebben ze goed benut. Veel corners en vrije trappen die gevaarlijk waren voor hun. Gelijk afstraffen. Dus ja, helaas. Daar heb ik niet meer van maken. En dan speel je eigenlijk een verloren wedstrijd. Vind je dat een grotere mentale klap nu dan de overwinning van Mexico op jullie? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ja, vooral omdat we voornamelijk zo gedomineerd hebben de eerste helft. En als team zo goed speelden en er zoveel vertrouwen in gingen in deze wedstrijd. En dan krijgen we uiteindelijk 3-0 om de oren. Wat niet had gehoeven nogmaals. Dus ja, dan komt deze klap natuurlijk harder aan. Want dit is een van de wedstrijden die we hadden moeten winnen. Maar we gaan deze weer vergeten. En ook bij de volgende wedstrijd Trinidad. Onze enige doel is om te winnen. We hebben geen andere keuze. Dus we gaan daar gewoon de bak voor. Alle focus ligt daar. Je hebt beter om je stempel gedrukt in deze wedstrijd. Sterker dan die eerste. Je snapt je wel in het schijnwerpersvuur van clubs. Wat zei je? Je speelt je wel in de schijnwerpers. Ja, nee, ik probeer mijn best te doen voor het team. Alles is in teambelang. En als ik zelf goed speel, is alleen maar nooit meegenomen. Maar ik hoop dat we het voor de rest gewoon als team samen goed gaan doen. En ik blijf hard werken en blijf mijn ding doen. Geloof je in de gezegde, 3-maal is scheepsrecht. Dus tegen Trinidad moet het gaan gebeuren. Zeker. We hebben alle vertrouwen in. En we gaan jullie thuis gemeenschap uiteindelijk trots maken. We gaan alles geven. We hebben deze wedstrijd ook alles gegeven. Alleen de volgende wedstrijd moeten we. We hebben geen keuze. Dus we gaan vol voor de winst. Oké, hartstikke bedankt, hè. Dankjewel. Dankjewel.